Nou, een filmpje over The Big Announcement. Dat is toch best spannend, maar heel erg enthousiast en enorm bubbelend. Ga ik jullie nu vertellen dat naast dat ik mijn prachtige dochtertje Lea 10 weken geleden ontvangen heb, hebben we sinds 4 weken geleden ook een nieuw pand voor de bewustzijnsschool. Dus de bewustzijnsschool gaat verhuizen van de Lutmastraat, waar wij 2,5 jaar gezeten hebben met onwijs veel plezier. Hebben wij achter de schermen, het team en ik, zijn we de afgelopen 4 weken enorm druk bezig geweest met het vinden van een nieuwe locatie voor de bewustzijnsschool. En dat is, en ik mag dat echt met heel veel trots vertellen en ja, heel veel blijdschap, want het is toch wel echt een van de mooiste plekken van heel Amsterdam. Vertel ik zelf als Amsterdammer, maar dus hij staat ook op de monopoliespel. We gaan verhuizen naar de Keizersgracht 467. In een waanzinnige mooie ruimte. Echt helemaal prachtig met mooie oude balken, onwijs mooi licht, een hele mooie zaal. En ja, wij hopen en we willen jullie daar natuurlijk allemaal verwelkomen. Check de website van de Bewustzijnsschool www.debewustzijnsschool.nl. Check onze Facebookpagina, de Bewustzijnsschool. Check onze Instagram voor de locatie of dat je het nog een keertje wil horen. Hou ons sowieso de aankomende tijd enorm in de gaten, want we gaan vanaf 1 juli gaan we ook enorme verandering in de Bewustzijnsschool. Dus dat betekent, ik ga weer een beetje meer werken. Dus er gaat veel meer geïnvesteerd worden in video, in podcast, in audio, in ons prachtige mooie Awake, onze magazine, wat echt als een trein loopt. Onze events worden groter. Dus we gaan op de locatie op de Keizersgracht 467 geen eigen grote events meer geven. Maar we gaan ze elders geven, omdat we zo enorm groeien en dat dat zo enorm booming uitverkocht is. Bijvoorbeeld bij Juno, onze geweldige man, waren we 4, 5 weken van tevoren, voordat het event morgen pas is, al helemaal uitverkocht. En we willen geen nee verkopen, alleen maar ja. Maar hou ons vooral in de gaten, want de aankomende 6 maanden komt er weer een waanzinnig mooi cadeau aan. En ik geloof dat jij, als je nu kijkt en je bent een coach, therapeut, healer, energiewerker, een mindset coach, een money mindset teacher, noem alles maar op. En jij hebt de behoefte om dit te delen met de wereld en vooral ook voor een publiek, voor de klas. Dan mag je absoluut mailen naar info@debewustzijnsschool.nl. Want wij hebben nu na 2,5 jaar wel enorm door, en ik ook vooral, dat we een gevestigde orde zijn. En dat we ons vestigen in Amsterdam en dat we enorm gedragen worden door jullie allemaal. En dat wij echt het onwijze geluk hebben en de gift dat er 400-500 mensen per maand bij ons over de vloer komen. Dus ik wil jullie allemaal echt uit de grond van mijn hart bedanken dat wat ik 2,5 jaar geleden gestart ben, dat zo onwijs goed loopt en goed groeit en dat we dus deze stappen zetten. Wat wil ik nou nog meer zeggen? Ja, ik vind het ook wel bijzonder, want precies 3 jaar geleden ben ik op de Lutmastraat terechtgekomen. En ik heb hem in 3 januari heb ik het geopend, officieel, de Bewustzijnsschool. Dus misschien kan het wel zo zijn dat we 3 januari 2019 nog een extra gift hebben voor Amsterdam en omgeving. Ik voel in ieder geval dat dit helemaal het ding is. We zijn uitgegroeid van in het begin alleen maar starten met alleen maar fysieke lessen, omdat ik echt helemaal getunneld en gefocust was op. We worden een sportschool à la lidmaatschappen, maar we zijn in de afgelopen 2,5 jaar echt enorm uitgegroeid tot een enorm medium met allemaal verschillende kanalen. En naast dat zijn we een enorm bijzonder mooi community geworden. En ja,
Ik kan niet zeggen anders dan dat ik er zo onwijs gelukkig mee ben. En dat ik jullie allemaal zo onwijs dankbaar ben. Dat jullie in mij geloven en in de bewustzijnsschool. En dat is in revolutionaire, bijzondere education. En ik hoop dat je je weg blijft vinden naar ons. Nu naar Keizersgracht 467. En dat je mij blijft volgen. Of dat je de bewustzijnsschool lekker gaat volgen. En dat je je ding er maar lekker mag doen. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond. Deel dit bericht als je het lekker wilt delen. Wil je wat zeggen tegen ons, tegen mij, tegen het onwijs mooie team van de Bewustzijnsschool en alle teachers en alle hosts, dan mag je dat hieronder ook schrijven. Wij zijn er in ieder geval enorm blij mee en we kijken enorm uit naar deze verhuizing. Dat betekent wel eventjes de mouwen opstropen en aan de bak, zoals ik vaak zeg. Maar we doen dit met alle liefde voor jullie allemaal. Een hele fijne avond en een hele dikke kus. Ciao, tot snel.